Ik ben Tatjana Almouli. Mijn naam is Jason Tjonafo. Hey, ik ben Tess de Schepper. Wat heb ik voor ontbijt gegeten? Kokos, yoghurt of kwark met zelfgemaakte granola. Heel saai. Een boterham met plantaardige kaas gegeten. Ik zou zeggen dat ik best wel vaak vegan yoghurt gebruik. Of ik het nou eet met granola of in een gerecht verwerk. Dat is wel iets wat altijd in mijn koelkast staat. Oh, en ik heb vanmorgen kokosyoghurt gegeten met muesli. Ja, voor mij was een heel bepalend moment om het roer om te gooien toen ik die documentaire van Leonardo DiCaprio zag. Gewoon, ik realiseerde me van, het is echt onzin om vlees te blijven eten, om heel veel melkproducten te blijven nuttigen, want je hebt het niet nodig. Ik denk in mijn geval flipping the standard was heel erg bij het veganist worden afscheid durven nemen van dingen die ik heel lekker vond, maar die niet meer pasten bij mijn ethische blik op de wereld. Van iemand die alles at, ben ik naar een plantaardig dieet gegaan, ook een veganistische lifestyle aangenomen. Dat moment was de belangrijkste reden hoe ik mij voelde in mijn lichaam. En mijn lichaam die schreeuwde gewoon voor een verandering. De essentie waarom het belangrijk is om het roer om te gooien, is omdat we allemaal bijdragen aan een betere wereld, geloof ik. Ik hoop over 10 jaar dat we heel anders omgaan met eten, met het milieu en dus ook met dieren. Ik denk dat het al heel erg zou schelen als het grootste gedeelte voor kiest om in ieder geval 1 dag plantaardig te leven. En ik denk hoe meer alternatieven er komen voor dierlijke producten, hoe makkelijker dat ook gaat worden voor mensen. Help, alsjeblieft!